De Slinger is een organisatie en één keer per jaar is de Slingerbeurs. En op de Slingerbeurs in Almelo staan bedrijven. En die bedrijven die bieden diensten, goederen, materialen, uren aan voor stichtingen of verenigingen. Dus als een stichting of vereniging met de handen in het haar zit omdat ze iets niet voor elkaar krijgen, dan gaan ze vrijblijvend naar de Slingerbeurs. Een hele gezellige bijeenkomst met een hapje, drankje, muziek in het ROC-gebouw. En daar kijken ze naar de staattafels of ze een bedrijf vinden die iets voor hun kan betekenen. Het is allemaal met de gesloten beurs. Het is echt voor en door Almelo. Dat maakt de Slingerbeurs zo mooi. Ja. Bedrijven in Almelo die ontarmen echt de Slingerbeurs. Het is alweer net zo aan het vollopen als vorig jaar. Richting de tussen de 60 en 70 bedrijven. Ook echt waardevolle bedrijven zoals Timberland, Bolk, Rabobank, noem maar op. Echt goede, gedegen bedrijven die zich maatschappelijk betrokken in gaan zetten. Het zijn echt stichtingen en verenigingen uit Almelo die niet moeten schromen om zich gewoon aan te melden. Dat kan via www.deslingeralmelo.nl. Daar kun je de aanbieders ook al vinden die zich tot nu toe aan hebben gemeld. En ook de verenigingen, dus de vragers. Meld je op, zou ik zeggen, en kom naar deze gezellige dag. Je zegt schromen, is dat dan zo? Zijn er niet genoeg mensen die willen komen, die vragen hebben? Nou, soms als je een stichting of een vereniging benadert, goh, is dat niet wat voor jullie? Ja, maar wat doen we daar dan? Gaan we daar zomaar iets gratis vragen? Ja, het is toch een mooie stichting en vereniging, waarom niet? Bijvoorbeeld de padvindersclub, die kan niet zelf een nieuw dak regelen. Nou, dan komt er een bedrijf van de beurs en die fixt dat. Hoe mooi is dat? Hoe mooi is dat? Nou, wanneer is de Slingerbeurs? 12 april aanstaande in het ROC-gebouw. Laatst had ik bijvoorbeeld een gesprek met iemand van de voedselbank. Ik zeg, waarom is de voedselbank Almelo nooit vertegenwoordigd als vrager? Nou, die gaan zich er zeker in verdiepen. En zo heeft de Slingerbeurs steeds meer naamsbekendheid nodig om het nog steeds mooier en groter te laten worden. Op de dag zelf wordt er een handtekening gezet. Er zijn echt accountants en notarissen die het officieel maken. Het fictieve bedrag en uren worden erachter gezet. En gedurende het hele jaar door worden de matches gemaakt. En vragers die moeten zelf voor 1 juli de bedrijven benaderen van zullen we dan en dan het in werk stellen. Wat is het belang eigenlijk van die bedrijven? Die bedrijven die profileren zich op zo'n dag natuurlijk heel mooi. Die laten een visitekaartje achter. Maar ook de publiciteit door het hele jaar door. Matchen in het zonnetje komt op de website, het komt op de Facebookpagina. Maar ook Hallo Almelo heeft nu een vaste column echt gespendeerd aan de Slingerbeurs Almelo. Dus daar worden ze ook genoemd.